Vanaf grote hoogte herken je de geulen van het Waddengebied meteen. Door deze prachtig meanderende geulen stroomt 2 maal per etmaal water van de Noordzee de Waddenzee in en uit. Geulen zijn de diepste plekken in de Waddenzee. Gemiddeld enkele meters diep en altijd gevuld met water. Net als in een rivier varieert de stroomsnelheid in een geul sterk. In de buitenbochten stroomt het water sneller dan in de binnenbochten. Door de kracht van de stroming erodeert de buitenbocht. Deze wordt daardoor steeds wijder. In de binnenbochten slaat sediment juist neer. Hierdoor veranderen geulen continu van richting en van vorm. Via de geulen komen allerlei organismen de Waddenzee binnen, zoals garnalen, vissen en ook strandkrabben. Een biotoop voor echte vissers dus. Lepelaars weten precies wanneer ze in de ondiepe geulen moeten gaan vissen. Bij opkomend en afgaand tij. Wanneer ze er makkelijk bij kunnen, vangen ze met hun speciale aangepaste snavel garnalen en visjes.